Sinds ruim een maand wonen er 160 kippen op de Warmondehof in Dronten. Of om preciezer te zijn, 160 kippen en 4 hanen. Ze hadden het al snel naar hun zin, alleen was er één probleem. Ja, ze moesten nog iets leren. Deels kunnen ze het inmiddels, maar sommigen nog niet. En dat is op stok gaan. We willen heel graag 's avonds dat kippen op stok gaan. Want als ze op de grond blijven zitten, dat is heel slecht voor hun poten. Maar dat konden ze nog niet allemaal. Dus dan moesten we elke avond, als het dan donker werd en ze gingen op stok, dan moesten we binnen sneaken. En dan moesten we alle kipjes die nog niet op stok waren, moesten we op de stok zetten. Zodat ze leren van, oh, daar moet ik heen als ik ga slapen, zeg maar. Op de Warmondehof, een opleiding voor biodynamische landbouw, hebben ze koeien. Sinds een maand zijn daar dus kippen bijgekomen en die wonen in een kippenkar. Het is een mobiele kippenkar die het hele land over geplaatst kan worden. En zo kunnen die kippen de restjes opscharrelen na de oogst. Of achter de koeien aan nog de laatste gras oppikken. En dat past eigenlijk heel mooi in een kringloopgedachte. En met zo'n kar is het mogelijk om op een hele kleinschalige manier wel rendabel kippen te houden. En dat is iets wat we graag onze studenten willen leren. Kijk, stel je voor ze zouden dan bijvoorbeeld daar in de hoek zitten of sommigen zitten ook hierop, maar dat willen we ook niet. Dus dan pakken we ze zo met de vleugels en dan zetten we ze gewoon letterlijk dus zo op stok. Op een enkele hardleerse kip na weten de meesten inmiddels wat de bedoeling is. Ja, zeker. Kijk maar. Goede leerlingen zijn het. Snelle leerlingen vooral ook die goed hun best doen. Nu al leveren de kippen samen 120 eieren per dag. En die zijn te koop in de winkel van de Warmondehof. Ze zijn super lekker. En zeker omdat ze een goed gekleurde gele dooier hebben. Door al het groen voor wat ze krijgen. Dus dat is extra genieten.